action! Ja, hey jongens. Is het hier al afgelopen nu? Hoi, welkom bij Vak TV, aflevering 4. Yes. Zo, we kregen een vraag binnen van Thomas. En Thomas vroeg ons, wat is over de top video? Nou, had jij een idee, jongens? We vonden wij een knap ingewikkelde vraag. We dachten echt van een goede vraag, want we hebben werkelijk geen idee. Daarom hebben we een specialist uitgenodigd en die heeft hopelijk wel een idee. Berend-Jan Verheijen, doe je ding. Wat is over de top video? Over de top video. Ik ga er even vanuit dat Thomas met over de top niet in beeld. Helemaal over de top, raar gek. Maar echt de wat technische inhoudelijke kant van over de top video wil weten. En daarmee bedoelen wij met het communicatievakgebied vooral bedrijven die zonder extra tussenschakel, zonder een omroep, zonder een zender, zonder een platform, hun eigen verhalen delen via het internet met hun eigen doelgroep. Heb je een heel praktisch voorbeeld? NBA kijken bijvoorbeeld. Je kunt, vroeger moest ik altijd wachten totdat Fox Sports bijvoorbeeld de recht had van NBA-wedstrijden in Nederland. Of dat Ziggo dat uit ging zenden. Maar tegenwoordig kun je gewoon rechtstreeks zelf naar de NBA surfen en daar een abonnement nemen. En rechtstreeks de wedstrijden kopen bij de NBA zelf. Oké. Okay. Hey, wat betekent eigenlijk voor bedrijven, voor de communicatie van bedrijven? Bedrijven die hebben eigenlijk gewoon een heel mooi nieuw middel in hun owned media palet. De media die ze dus zelf in eigendom hebben, die ze zelf beheren. Denk aan Twitter, Facebook, maar daar kan dus ook prima een online videokanaal bij komen. En er zijn ook al bedrijven die dat doen. Red Bull bijvoorbeeld, die heeft al heel veel content die ze gewoon zelf maken. En rechtstreeks via een eigen Red Bull kanaal uitzenden naar hun doelgroep. Okay. Helder verhaal voor jou, Koen. Ja? Ik heb heel wat geleerd vandaag. Dankjewel, Berend. Oké, dit was aflevering nummer 4. Heb jij nou ook een vraag? Het e-mailadres komt hier in beeld. Insturen zou ik zeggen. Hè? En Thomas, dankjewel voor je vraag. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi. Tjus.